Dime Business Update, where business comes first. Volkswagen Suriname, een branch van Fernandes Autohandel, vierde donderdag haar eerste lustrum. Op 11 juli 2014 werden de deuren van de eerste en enige licentiehouder van VW in Suriname geopend. 5 jaren later staat er een winstgevende onderneming die goede bedrijfsresultaten neerzet. Sinds de vestiging van de officiële Volkswagen dealer in Suriname, 5 jaren terug, zijn er meer dan 500 auto's verkocht. Eigenlijk is het traject langer dan 5 jaar. We vieren wel 5 jaar, maar ze begonnen in september van 2009. Toen had VW eigenlijk in de doeken aangegaan dat ze weer een pick-up zouden maken. Hun eerste pick-up is gemaakt in de jaren 90 samen met Toyota. Dat je de Volkswagen Taro die in Duitsland werd gebouwd. Dus toen wij hoorden dat Volkswagen een pick-up zou maken en in Suriname worden ongeveer 1000 pick-ups per jaar verkocht, zeiden we nou, wij moeten ervoor zorgen dat we die binnenhalen. Toen zijn we begonnen met de onderhandeling met Volkswagen Bedrijfswagens. We hebben in principe in mei van 2010 al het contract getekend. Maar pas in 11 juli 2014 zijn we begonnen met daadwerkelijk openen van de showroom en het verkopen van de eerste auto. Dus het is een heel lang traject geweest. Natuurlijk ook met aanpassingen van de showroom, onze mensen trainen, noem het maar op. Dus een heel uitgebreid traject, maar 5 jaar later dan de openingsdatum zijn we natuurlijk erg blij met deze mijlpaal die we mogen vieren. Volkswagen werd in 1937 opgericht in Duitsland. In die tijd bezat slechts 1 op de 50 Duitsers een auto. De makers wilden ook de doorsneeburger de mogelijkheid bieden om autobezitter te zijn door betaalbare ontwerpen op de markt te brengen. Vandaar ook de naam Volkswagen. Het project was een groot succes. Door de jaren onderging Volkswagen een enorme groei en kan het zich nu meten met de beste luxe auto's ter wereld. Toch wil de franchise in Suriname de basisgedachte achter de oprichting van Volkswagen 82 jaren terug ook meenemen in de bedrijfsvoering. En dat is het brengen van nieuwe betaalbare auto's op de Surinaamse markt voor de doorsnee burgers. Auto's die ondanks de prijs toch up-to-date zijn met de laatste technologische ontwikkelingen. VW heeft inderdaad een goedkopere lijn die ze voor Zuid-Amerika hebben. Dat zijn auto's die in Brazilië, maar ook in Azië worden gebouwd. In China moet je kijken waar ze een groot marktaandeel hebben. Nu zijn het niet 1, 2, 3 de wagens waar wij naar kijken. Maar waar Volkswagen natuurlijk wel heel hard mee bezig is, is na het hele dieselschandaal wat ze hebben gehad, om ze veel meer te focussen op elektrische auto's en zelfbestuurbare wagens. Daarvan kan ik u zeggen persoonlijk dat er miljarden zijn geïnvesteerd om steeds meer te komen. De eerste elektrische auto die wij in Suriname zouden mogen kunnen importeren is de nieuwe elektrische bus. Dat is de Bus BUZZ. Dat het een auto wordt die zelf kan rijden en die volledig elektrisch is. En dat zijn de toekomst waar Volkswagen naar kijkt. Minder van hun core, zoals nu het ontwikkelen van dieselmotoren, maar meer naar zelfstandig rijden en volledig elektrisch rijden. Er zijn nog meer plannen uitgezet voor de komende jaren. Naast het verder uitbouwen van de Volkswagenmarkt in Suriname, denkt Fernandes ook aan het binnenhalen van nog meer automerken van de VW-groep. In de toekomst misschien ook de exotische Porsche ontwerpen. Voor nu gaat de aandacht uit naar de zeer gerespecteerde Audi-modellen. Ik denk dat we eerder kijken naar Audi, wat betaalbaarder is en dichterbij waarschijnlijk de Surinaamse doelgroep is en waar er al heel veel van auto's van rondrijden. Ik denk dat die eisen iets minder groot zijn als bij Porsche. En ik denk dat dat ook wat betaalbaarder is en een ruimer assortiment heeft dan Porsche zelf. We hebben onze aanvraag al ingediend en we wachten dus op antwoord. En het is helaas nu dat Audi zegt dat hun productiecapaciteit te klein is om elke nieuwe distributeur te kunnen helpen. Dus we moeten rustig wachten. De komende jaren zal Fernandes Autohandel de vleugels ook uitslaan naar de Guyanese markt. Dat proces is er iets ingezet. Vandaag mag ik met trots namens Fernandes Autohandel de Volkswagen Amarok V6 aan u presenteren.
Dime Business Update, where business comes first.